In deze video alle voor en tegens naar Peggy als mol. Het schilderij van Medusa in de Leader is een grote hint naar Peggy. Peggy haar shirt in spiegelbeeld maakt mol. Het doel van de mol in de opdracht meeslepend, wat was dat nou? Muzikale hints en letters vormen P is de mol. Heb je iets gemist op de televisie en mist de beslist wat voor je hele visie? Dan kijk je online zondagochtend naar Siem om alle hints en theorieën te zien. Nee, we zoeken de modders met elke tip, zoals altijd omgekeerde egolocisme, omgekeerde psychologie. Er is een mol, maar de vraag is wie de mol? Wie is de mol? Zoveel hints, mijn brein loopt vol. Simon zonder Nick en Tol. Abonneer voor hints en lol, de mol. Wie is de mol? Zoveel hints, mijn brein loopt vol. Simon zonder Nick en Tol. Abonneer voor hints en lol. Hey mensen, omdat er nog maar 4 kandidaten over zijn in het spel, bespreek ik per kandidaat alle hints en theorieën. En in deze video gaan we Peggy onder de loep nemen. We gaan even kijken naar alle hints en theorieën omtrent Peggy. En laten we gelijk beginnen met de verdenkingen van afgelopen aflevering. Ja, want Patrick ging vol op Peggy, maar valt vervolgens af. Daardoor denken we, nou, Peggy kan haast de mol niet zijn. Als de verdenkingen de waarheid waren, dan kan ze ook de mol niet zijn. Maar de makers hebben sowieso gesjoemeld met deze verdenkingen. Er klopt gewoon iets niet. Willen ze Peggy hier gewoon minder verdacht maken? Daar komt bij dat er natuurlijk 2 kandidaten naar huis moesten. Het kan dus gewoon zo zijn dat bijvoorbeeld Jeroen onbewust meer vragen goed had dan Patrick. En dat Patrick naar huis moest, ondanks dat hij wel op de goede mol zat. Maar de vraag blijft, is Patrick inderdaad vol op Peggy gegaan? Of klopt dat ook niet? Als we nou even zijn dagboek erbij pakken, dan geeft Patrick aan dat er hetzelfde gebeurde als vorige keer dat hij meedeed. Dat hij zich namelijk heeft laten leiden door iemand anders. Hij heeft zich laten leiden door Tycho. Tycho was namelijk ontzettend overtuigd van de mol volgens hem. En hij is niet naar zijn eigen gevoel gaan luisteren. Nou ja, wie verdacht Tycho? Peggy. Wij weten dat Tycho de afgelopen afleveringen Peggy heeft verdacht. Dat Peggy zijn mol was. Maar heeft hij dit ook tegen Patrick verteld? Heeft hij de waarheid verteld? We weten ook dat Tycho's zijn doel was om zoveel mogelijk kandidaten uit het spel te tikken. Wellicht heeft hij dus gelogen over zijn mol tegen Patrick. En heeft hij Patrick geprobeerd om op een verkeerde mol te zetten. En heeft Patrick hier dus niet zijn eigen gevoel en het gevoel van Tycho Peggy gevolgd. Maar is hij op een hele andere mol gaan zitten? En dan willen de makers ons door juist te laten denken dat hij op Peggy zit, ons op een verkeerd spoor zetten. Nou is er deze aflevering 1000 euro niet gevonden. Zijn de kandidaten ontsnapt? Is er een fout te zien in een briefje waar eerst geen fout in zat? En is er 100 of 600 euro weggemold? De mol moet dus haast wel in het groepje hebben gezeten. En dan blijven er 2 opties over. Jeroen en Peggy. In de Leader is een opvallend schilderij te zien van Medusa. En nou is dit schilderij geschilderd door Caravaggio. En dat is tevens een theaterstuk van Arie de Mol. En wie speelt er nou in dat theaterstuk van Arie de Mol? Jawel, Peggy. In aflevering 1 vindt Peggy geen spiegels. En Ron, die staat bij haar quote, maar ze zegt er helemaal niets van. Pas later, als Ron naar een andere quote loopt, zijn eigen, dan gaat ze ook goed bij haar eigen quote staan. Kies deze. Ik vind het best bij. Ja. Mag ik dan direct naar jou? En dat zei ik. Ja, maar welke blijft er dan over? Het is Peggy die zegt dat het alleen mannennamen mogen zijn. Rosanna. Mannennamen toch? Nee, namen, voornamen. Maar ze is ook degene die zorgt dat mensen valse namen aannemen die niet meetelden. Bij de opdracht Steenrijk in aflevering 2 is ze ontzettend fanatiek. Ze helpt Nicky zelfs met het dragen van de stenen, maar wel op het moment bij de gouden stenen, waardoor ze er langs lopen en deze niet zien, terwijl er zelfs nog een camera opgericht was. Mevrouw Peggy naar voren, die zegt, oh, ik help. En hierdoor is eigenlijk Peggy totaal van mijn verdachtenlijst af, want zij doet zoveel moeite voor geld. Ze pakt 1 balk met die 2 mannen die ze samen met Nadja doet op haar schouder. En de hand die ze over heeft, pakt ze 1 kant van mijn mand. Dus als een soort 3-luik gaan wij met die stenen vooruit. Hier lopen ze dus ontzettend veel geld mis. Heeft ze deze molactie proberen te verbloemen met het spelen van een fanatieke kandidaat? Daar komt bij dat er een zilveren steen spoorloos verdwenen is. En Peggy was degene die steeds aan het doordringen was op dat ze moesten doorlopen. Zeker in het begin, maar ook tijdens de opdracht. En uiteindelijk kwamen ze terecht bij het halveringsbordje, waardoor het opgebrachte geld werd gehalveerd. Als je nou aan Peggy haar shirt spiegelbeeld toevoegt, de titel van de opdracht,
komt er ineens twee kanten op zelfs Mol te staan. Wie weet is dit dus een hint in de kleding van Peggy. Nou had Rinus Sowiede een ontzettend goede theorie over de opdracht meeslepend. Er konden dan namelijk jokers verdiend worden. Hij geeft aan dat de Mol hier graag zoveel mogelijk jokers wilde verzamelen. Immers kwam daarna de opdracht Vragenvuur, waarbij de penningmeester uiteindelijk mocht kiezen tussen een zwarte vrijstelling en 1500 euro voor in de pot. Als er nou heel veel jokers in het spel waren geweest door de vorige opdracht, die opdracht meeslepend, dan was de kans veel groter geweest dat de penningmeester hier ook voor de zwarte vrijstelling was gegaan, omdat er zoveel jokers in het spel waren. Zo kan de mol dus toch nog een soort van beïnvloeden dat er niet voor het geld wordt gekozen. En nou was Peggy degene die een joker vond, volgens mij voor Horace, maar we hebben nooit gezien wie de joker van Patrick heeft gevonden. Maar als je alle kandidaten gaat afstrepen, kom je eigenlijk ook weer bij Peggy of Jeroen terecht. Peggy, haar positie als tweede, was bovendien ontzettend gunstig als mol zijnde. Tijdens de opdracht Vragenvuur gaat Peggy samen met Tycho. En Peggy en Tycho die gaan al lang mee samen, die kennen elkaar ontzettend lang. En nou staat er op de website, bij het interview met Tycho, dat Tycho zoveel mogelijk dicht bij de mol wil blijven. En we weten ook dat Tycho Peggy verdenkt. Hij is veel bij haar, hij kan dus zo veel vragen goed beantwoorden en hij zit nog steeds in het spel. Bij de opdracht Sleutelbos komt ze echt ontzettend snel vrij en ook als allereerste. En zo is er ook een shot te zien waarin het lijkt alsof ze de vier sleutels al vast heeft. Nou ja, uiteindelijk geeft ze als eerste geld aan Tycho voor Ellie. Maar daardoor komt Tycho meteen vast te staan. Misschien was dit haar doel als mol om gelijk de boel een beetje vast te zetten. Ja, ik heb hem. Ik heb ze allemaal. Heb je ze allemaal? Ik ben los. Ik heb 50 euro voor Ellie. Kom jij bij Ellie? Dus Ellie is, hij heeft nog niks open. Anders kom ik bij je terug. Bij de opdracht meer of min is zij in het dorp waar gemold is, want er zijn luiken weer dicht gedaan. En bij de opdracht Fortuin wil zij meteen heel erg graag de fakkels doen. En dat was nou de enige opdracht waar het echt mis kon gaan. En bovenaan die trap ook weer twee schilden. Ik wil naar de fakkels. Kom maar. Ik ga wel naar de pijlenboom. Jongens, zullen we even andere groepjes maken dan bij de vorige opdracht? Ja. Ellie, Tycho. Ik ga wel met de fakkels mee. Die is ook misgegaan, want er zijn twee schilden daardoor niet verdiend. En dat is al sowieso 400 euro wat niet verdiend kan worden, doordat zij geen één fakkel heeft raak gegooid. Bij Follow the Money, als er vervolgens oud-mollen genoemd moeten worden, is de hele groep zo van, hè, waren er oud-mollen? Er wordt eigenlijk niks gezegd en dan is het ineens Peggy die oppert van, ja, ik heb volgens mij wel een oud mol gezien. Dan wordt er gevraagd, ja, wie heb je dan gezien? Ja, John van Eert. Nou ja, die was er helemaal niet. Probeert ze de groep hier dus op een verkeerd spoor te zetten. Wie waren de drie oud mollen die bij jullie op het plein stonden? Nee. Nee, ik wist het. Nee. Oh. Ja, daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik dacht dat ik iemand zag, maar misschien heb ik het verkeerd. Ja, roep. Wie? Roep. John van Eert. Ja, dat John dacht ik ook. Ja? Ik dacht het ook. Ja, dan is het John. Ook als er vervolgens goede mollen worden genoemd, Dennis en Klaas bijvoorbeeld, zegt ze nee, die zijn het niet. Maar ja, die waren het wel. Tijdens de opdracht meesterwerken moet zij het schilderij schilderen van Jeroen. En dat schilderij wordt niet gevonden. Dit kan dus weer aan Jeroen of Peggy liggen. Bij het beschrijven van de schilderijen is er bij iedere kandidaat een ander muziekje te horen. Als je de eerste letter van deze nummers neemt, dan kan je P is de mol, oftewel Peggy is de mol vormen. Een hele sterke hint naar Peggy. Ja, en bij Follow the Money is ze zo ontzettend fanatiek, maar het blijkt uiteindelijk niet om het vinden van het geld te gaan, maar om die oud-mollen. Bij Groeten uit Florence maakt ze meteen een foto voor 50 euro, waardoor er weer minder geld verdiend kan worden. En bij haar groepje was er een foto van Pinocchio voor 100 euro. Maar ze maakt uiteindelijk de foto van Pinocchio voor 50 euro. Omdat ze deze van Ron vandaan heeft gepakt. Nou ja, dat had helemaal niet gehoeven. Toch weer 50 euro uit de pot. Bij Stuk voor Stuk wijzen op het feit in haar biecht dat Nikki constant verkeerde dingen roept en dat ze aan het mollen is. Maar Peggy is degene die zelf ook heel veel verkeerde dingen noemt. Zelfs voor de opdracht amper is begonnen, roept ze al het volgende. Steenrijk! Zes stenen. Steenrijk! Steenrijk, ja, maar ik denk dat dit de zesde is. Dit is de zesde, denk ik. Allemaal andere spellen. Nou ja, dit klopte natuurlijk voor geen meter. Tijdens de opdracht routebeschrijving is de soundtrack te horen van Inside Out, de film Binnenste Buiten, waarin Peggy de stem heeft ingesproken van hoofdpersonage Joy. En ze moeten route beschrijven aan Ron en Jeroen,
De enige die niet aankomen, heeft ze hier dus zitten mollen en een verkeerde route beschreven. Ze is samen met Jeroen de enige die deze laatste anderhalve aflevering heeft kunnen mollen. En er is ook echt gemold. Ze is heel verbaasd dat het telefoontje bij Jeroen ligt. Ze vindt de klok. Ze is heel fanatiek. Ze is boos als het sleuteltje niet wordt gevonden. Maar uiteindelijk heeft ze maar heel weinig geld deze aflevering gevonden. Volgens mij zelfs maar één zakje van 500 euro. Ben je nou benieuwd naar alle andere hints, naar bijvoorbeeld Jeroen? Klik dan even op het linkje in de beschrijving of op het eindscherm op de video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Like deze video en dan zie ik je volgende keer weer. Tot ziens!